Ja, we hadden het al over sporters die afscheid nemen met dit toernooi. Nou, zo ook misschien deze Valentina Marquet, nummer 2 van Italië. Altijd eigenlijk in de schaduw geschaatst van grote vedette Carolina Kostner. Maar ze heeft zich wel aan Kostner op kunnen trekken. Hè? En Kostner natuurlijk altijd wel voor een tweede startbewijs minimaal gezorgd. Dus Marquet is er al jaren bij. En heel verdienstelijk. Beste plaats was vorig jaar op het EK 4e. En ze was ook al eens 8e op een wereldkampioenschap. En 11e in Sochi. De 22e staat ze na de korte kuur. Vrije kuur van de dames, die duurt 4 minuten, heeft 7 sprongelementen, waarvan er 3 in combinatie of serie mogen worden getoond. 3 verschillende pirouettes, een passe serie en een serie met choreografische elementen. De start van Marquet, dubbel axel, drievoudige toeloop. Drievoudige loets. Mooi. Drievoudige flip wordt dubbel en is van de buitenkant gesprongen. Dubbel axel. Ingesprongen zit pirouette. Hemelpirouette, oftewel layback spin. De rug moet goed gebogen zijn in deze pirouette om een onderscheid te maken met de normale standpirouette. Daar de passe serie. Drievoudige Selsov. En de tweede drievoudige loets, gevolgd door een dubbel toeloop. Een drievoudige Selsov met 2 dubbeltoeloops. Een van die sprongcombinaties mag 3 sprongen bevatten. Marquet benut die mogelijkheid dus optimaal. Combinatie pirouette. We zien ook die technische teller in beeld daar linksboven. Die telt de score per element op. Elk element krijgt dus punten. Krijgt een basiswaarde van een technisch panel en uitvoeringspunten van de jury. En dan zitten de 4 minuten van Valentina Marquet erop.
Dus hij heeft goed gereden, is daar ook heel blij mee. In ieder geval een heel stuk beter dan gisteren. Gisteren bakten ze er weinig van. Reed ver onder haar niveau. En die 22e plaats, nou zo laag hebben we er in geen jaren zien staan op een WK. Ze zal dus plaatsen goed gaan maken. Beste resultaat, 8e op een WK in 2012. 4e op een EK was in 2013. En was 11e op de Olympische Winterspelen een paar weken terug in Sochi. En ik denk ook dat het voor haar het laatste toernooi zal zijn. Of ze wordt bijna 28. Ja, of ze zal op zijn minst een time-out nemen zoals vele anderen. I know the mistake. Yeah. On the foot. That I jumped before going actually. Kijk, ze analyseert meteen wat er misging in die flip, die ze dubbelsprong. Ze sprong eigenlijk weg voordat ze inprikte. En daardoor had ze geen momentum meer. Ja, verder heeft het goed gedaan. Dat was eigenlijk de enige echte fout in de kuur. Dubbel aksel, drievoudige toe op aan de start. Dat was mooi. Moeilijke combinatie. Mooi van de buitenkant gesprongen. Heel hoog, die drievoudige loets. De technische score die kan worden bijgesteld, zowel door het technisch panel op bepaalde levels die gescoord worden als door de jury in de uitvoering. Die zien we ook na de kuur nog wel wat heen en weer springen. Naast die technische score is er natuurlijk ook een score voor de uitvoering van de kuur. De zogenaamde program components, 5 stuks. Schaatsvaardigheid, transities, oftewel verbindende elementen. Performance en uitvoering, choreografie en interpretatie. En dat is volledig voor rekening van de 9 juryleden. En onder die 9 juryleden vandaag ook weer de Belgische Françoise Derapaard. Fijn dat zij er weer ingelood is in dat jurypanel. .37.37, dat is wat lager dan dat zij in Sochi scoorde. Daar reed ze haar beste vrije kuur ooit. 116 punten de score toen in Rusland.